Mooi, welkom bij les 8. Waar hebben we het over gehad? Een paar dingen. We hebben gekeken naar de vluchtelingensituatie. Nou, we hebben gekeken hoeveel vluchtelingen zijn er in Nederland. Nou, dit is over de afgelopen jaren van 1995 tot 2011 zijn dit de cijfers. Maar om maar aan te geven dat aantal vluchtelingen best wel varieert. Nou, in dit jaar is er natuurlijk wel een piek gekomen, omdat er heel veel mensen uit Syrië in Nederland opgevangen worden. En dus we hebben altijd de vraag van, nou, hoeveel vluchtelingen zijn het? Dat moet je gewoon weten, dat is een feitje. Hè? Dat moet je altijd afvragen als je nadenkt over vluchtelingen. Dat is één. Twee, je moet weten, waar komen ze dan vandaan? Nou, op dit kaartje kun je zien dat vluchtelingen, of laten we zeggen immigranten, altijd uit een bepaalde streek uit deze wereld komen. En ze kunnen uit Nederland, Indonesië, Suriname komen, dus ga zo maar door. Mensen komen altijd ergens vandaan en dat wordt bijgehouden. Nogmaals, tegenwoordig hebben we veel mensen die uit Syrië komen. Waarom vluchten mensen? Nou, de grootste reden waarom mensen vaak vluchten is omdat ze gewoon in hun eigen land gevaar lopen. Dus ze worden bijvoorbeeld bedreigd met de dood. Dat kan een reden zijn waarom mensen vluchten. Hoe vluchten ze? Ze vluchten vaak met bootjes. Of per voet. Waarom kiezen mensen nou voor vluchten naar een ander land? Er zijn vier redenen en die moet je weten. Mensen vluchten omdat ze werk zoeken. Mensen vluchten omdat het een oude kolonie is, dus dan mogen ze daar zeg maar naartoe, dat mag. Mensen vluchten omdat ze een gezin willen herenigen. Dus bijvoorbeeld de moeder woont al in Nederland en die laat dan haar man en haar kinderen overkomen. Dat is gezinshereniging. Of je hebt bijvoorbeeld, er wordt een gezin gevormd. Dat wil zeggen, stel een Nederlander gaat op vakantie naar Brazilië, ontmoet daar een leuk meisje, wordt verliefd, gaat trouwen en die haalt dan zijn vrouw naar Nederland. Dat is gezinsvorming in Nederland. En tot slot vluchten mensen vanwege oorlog. Mag je nou zomaar in Nederland blijven? Nee. Mensen uit de EU mogen dat wel. Daar zijn open grenzen. Die mogen zomaar overal in de Europese Unie komen. Maar voor mensen van buiten de EU gelden zeer strenge regels. Als ze werk zoeken, alleen als we ze nodig hebben. Willen ze gezin vormen, dan moeten beide partners 21 jaar zijn. En degene die in Nederland woont, moet voldoende verdienen om het hele gezin te kunnen voorzien van voedsel, etc. Zoeken ze asiel, dan moet je kunnen bewijzen dat je in het land van herkomst met de dood bedreigd wordt. En je moet slagen voor het inburgeringsexamen. Om er aan te geven dat je niet zomaar in Nederland mag blijven. We gaan zo naar les 9. Bedankt.